Dat waar de Surinaamse overheid voor vreesde en waarschuwde, is nu helaas een feit. Het eerste dodelijke slachtoffer als gevolg van het COVID-19-virus is gevallen, zegt het NII in een persbericht. Het gaat in deze om de echtgenoot van het eerste COVID-19-positief getest geval, Rick Schuitenmaker. Hij was de zevende persoon die positief getest was. Schuitenmaker had complicaties waardoor hij al gauw opgenomen moest worden op de intensive care van het Sint-Vincentius ziekenhuis. Het specialistenteam van het RKZ heeft met alle ten dienste staande middelen geprobeerd om zijn leven te redden. Maar het mocht niet baten. Op de COVID-19-website is de stand van zaken nu 10 positief geteste gevallen, 318 personen in thuisquarantaine, 172 in overheidsquarantaine en 1 dode. Op de gisteren gehouden persconferentie van de overheid hebben de leden van het COVID-managementteam wederom gehamerd op het naleven van de maatregelen inzake deze COVID-19-pandemie. Eerder was er ook bekendgemaakt dat de jongeren in Paramaribo-Zuid zich niet hielden aan de partiële lockdown of avondklok. Hoofdinspecteur Humphrey Naarden was gisteren echter tevreden over het gedrag van de burgers. Gisteren was relatief beter dan eergisteren. We hebben wel mensen nog moeten aanhouden. Gisteren hebben wij, in Paramaribo zijn 9 personen aangehouden. In het gebied Santo-dorp hebben wij 2 vrouwen en 3 mannen aangehouden. En te land van Dijk 4 mannen. Die van Santo-dorp zijn overgebracht naar politiebureau Santo-dorp. En die van land van Dijk zijn overgebracht naar politiebureau Nieuwehaven. En voor wat het westen betreft zijn 6 vrachtwagenchauffeurs aangehouden op, bij de controlepost Burnside. Omdat toen men daar aankwam na de tijd dat men op straat mocht zijn, bleek dat ze geen briefjes hadden. Ze wilden mijn collega's met een kluitje in het riet sturen door een of ander verhaal te vertellen. Wat men nu weet is dat er nog contact is met andere diensten, waaronder NCCR. Er is gebeld met de leidinggever van NCCR en die gaf aan van dat NCCR niks wist over die 6 vrachtwagenchauffeurs. Dus die zijn dan netjes daar gebleven tot 6 uur in de ochtend en daarna mochten ze naar huis. Hoofdinspecteur Naarden gisteren op de dagelijkse persconferentie van de regering. Hij deelde nog mee dat de politie geen boetes oplegt. Personen die na 8 uur op straat worden aangetroffen, worden naar een politielocatie gebracht en daar gehouden tot 6 uur in de ochtend. Intussen staat de COVID-19-teller op 10 positieve gevallen en 1 dode. President Desi Bouterse heeft vandaag tijdens de dagelijkse persconferentie de nabestaanden en de Surinaamse samenleving gecondoleerd. Hierna is 1 minuut stilte in acht genomen.